Maar we gaan naar je luisteren. Maaike Kooijmans. Nou, het is zover. En wat geweldig dat jullie met zoveel zijn gekomen. En daar ben ik heel blij mee, omdat ik denk vandaag een verhaal te vertellen wat ons allemaal aangaat. Want het gaat over opgroeien en opvoeden in de moderne samenleving. Dat gaat ons allemaal aan, of je nou jong bent of ouder, professional of leek. Of je docent bent of student, burger of bestuurder. Mijn reden gaat over opgroeien en opvoeden in onze moderne samenleving. En dat is een samenleving die zich begeeft, het is al een paar keer genoemd, in vloeibare tijden. Zoals de titel van de reden ook luidt. Maar het gaat vandaag vooral over Maud, over Metin, over Brian en over Liddy. Vier Brabantse jongeren in de bloei van hun leven. Maar het gaat natuurlijk ook over al die mensen die voor hun opgroeien en hun opvoeding van betekenis zijn. Van betekenis voor het opvoeden van de toekomst. En dat is de titel van mijn lectoraat. Kinderen en jongeren van nu groeien op in een diverse, snel veranderende samenleving. Deze moderne samenleving heeft de socioloog Bouwman de vloeibare samenleving genoemd. En hij noemt dat vloeibaar omdat we eigenlijk door de voortdurende veranderingen niet de kans krijgen om te wennen. Om te wennen aan routines, om te wennen aan systemen. Want wat vandaag nieuw is, dat kan volgende week alweer verouderd zijn. In vloeibare tijden zijn ook onze waarden en normen vloeibaar. Ze stollen niet meer. Ze stollen niet meer tot vaste houvasten waar we grip aan hebben. Dus in zijn boeken, de liquid boeken, dat zijn er veel, maar speciaal in zijn boek Vloeibare Angst, onderzoekt Bouwman hoe de onvoorspelbaarheid en ook de weerbarstigheid van onze moderne samenleving, hoe die ons als samenleving beangstigt. Hoe het ons onzeker maakt. Want wanneer doen we nou het goede? En hoe moeten we nou ons eigenlijk gedragen? Nou, ook relaties en de liefde noemt Bouwman liquid, noemt hij ook vloeibaar. Nou, door de verschillende soorten nieuwe samenlevingsvormen, co-ouderschap, nieuw samengestelde gezinnen, allerlei mengvormen dwars door oude instituties heen. Instituties als het gezin. Maar ook voorbij gender, voorbij klasse en voorbij etniciteit. Ja, natuurlijk, die moderne samenleving brengt heel veel kansen, heel veel mogelijkheden. En die 21ste eeuw, die lijkt opvoeders daarnaast ook onzeker te maken. Welke morele waarden willen we kinderen en jongeren bijvoorbeeld meegeven op hun zoektocht naar volwassenheid? Ja, nou, ik heb een voorstel. Ik doe soms hier en dan, maar dat, ik ga toch lopen, dus het katheder mag wel even weg. Dat doen we even samen. Ja. Oh, er is al, kijk, we toveren nog iemand uit. Dankjewel. Space, heerlijk. Voortschrijdend inzicht. Oké, laten we eens nader kennis maken met die vier jongeren. Met Brian, Metin en Liddy en Maud. De Eindhovense Liddy, zij is de jongste. Zij is acht. Nee, zij is niet acht. Zij zit in groep acht. Groep acht van de basisschool. En zij is zich aan het voorbereiden op die tijd van de middelbare school. Dus zij moet een keuze maken. Nou, Liddy, die vindt dat ingewikkeld. Haar vader en moeder die zijn allebei kunstenaar, muzikus en een beeldend kunstenaar. En Liddy heeft als heel klein kind eigenlijk meer tijd op poppodia en in musea doorgebracht dan in speeltuinen en pretparken. Nou, in de keuze van wat zij later worden wil, heeft dat ook wel een rol. Want nu moet zij voor een school kiezen en kiest zij dan, net als haar vriendinnen, voor een school dicht bij huis,
prima school, of, zoals haar ouders eigenlijk hopen, voor een moderne school met een ander onderwijsconcept, waar heel veel aan creativiteit wordt gedaan en aan wereldburgerschap. Maar Lydie weet het niet. Ze weet ook niet wat ze worden wil. Het is voor haar eigenlijk heel onoverzichtelijk. Metin is 14, hij woont in Helmond. Nou, zijn vader, die wil zo graag dat Metin de kansen pakt die hij als jonge gastarbeider niet heeft gehad. Dus er wordt heel erg geïnvesteerd in CITO, is geïnvesteerd in CITO coaching en bijlessen om Metin naar een hoger onderwijs te krijgen. Want de rest van de familie, Metin is eigenlijk de eerste, hij zit nu in 2 HAVO, die niet naar het praktijkonderwijs of het VMBO is gegaan. Metin, de familie van Metin, die is apetrots, want hij is de belofte voor de toekomst. Metin zelf, die vindt het nog best ingewikkeld, want op straat bijvoorbeeld noemen ze hem een nerdy. Op straat is het helemaal niet echt vet, heeft het geen status als je je best doet op school. Oké, Brian. Brian is 17. Brian heeft school nog nooit leuk gevonden. Hij is vlak voor de zomer gestrand op het VMBO hier in Tilburg. En zijn, de leerplichtambtenaar, die zit hem op zijn huid. En zijn ouders, die proberen ook steeds Metin te stimuleren om een keuze te maken, iets te vinden waar hij 's morgens zijn bed voor uit wil komen. Maar Metin heeft helemaal geen energie. Hij weet het niet wat hij wil worden. En Metin voelt zich ook een loser. Oké, dan hebben we nog Maud. Maud is 24. Zij heeft haar eerste tijdelijke baan nadat ze haar master aan de Technische Universiteit in Eindhoven heeft afgerond. Eigenlijk is ze heel erg opgelucht. Ze is ook heel blij, maar ze is ook vooral heel moe. Want na de middelbare school is ze meteen de bachelor gaan doen, meteen de master en toen op zoek naar een baan. Het heeft haar behoorlijk kruim gekost. Nou, iedereen is trots op Maud. Haar vriendinnen en ook haar ouders. Ze vinden Maud een succesvolle twintiger. En Maud zelf, ja, die voelt dat van binnen toch nog niet helemaal zo. Want ze zegt, ja, wat stelt die tijdelijke baan nou eigenlijk voor? Als ik morgen op straat sta, kan ik weer vooraan beginnen. Zoveel jongeren, zoveel verhalen. Maud, Brian, Metin en Lydie, die vertegenwoordigen in de geest van Bouwman de vloeibare generatie. Ze zoeken allemaal op hun eigen manier hun weg in de wereld, op zoek naar hun identiteit. Wie ben ik? Bij wie hoor ik? Waar kom ik vandaan en wat is mijn toekomstperspectief? Van de Vlaamse psycholoog Verhagen hebben we geleerd dat identiteit een sociaal construct is. Het is een dynamisch proces dat volgens hem vooral met woorden, meer met woorden dan met zijn te maken heeft. Nou, we leren van jongs af aan wie we zijn. Omdat anderen dat ons voorhouden, ons eigenlijk voorleven. De directe mensen om je heen, je ouders en je vrienden, maar ook de sportcoach en de leraren. Ook mensen met wie je woont in de wijk, hè, in een dorp of in een stad. Maar ook in het land. Het land heeft ook, waar je woont, heeft ook invloed op die identiteit. En ook eventueel het land van afkomst, waar je roots liggen. Nou, als we met de bril van Bouwman en de bril van Verhagen naar deze 4 jongeren kijken, dan kunnen we stellen dat zij geen eenduidige kaders hebben en houvasten, omdat ze heel veel spiegels voorgehouden krijgen. Van hun directe omgeving, maar kenmerkend van de generatie van nu, is dat zij ook via het internet en via social media gesocialiseerd worden. Hier kom ik zo nog op terug. Oké, daarnaast is voor de vloeibare generatie ook de toekomst veel minder voorspelbaar. Veel minder dan die van generaties voor hen. Dus hun ouders en grootouders. We maken heel even een stapje terug in de tijd. Toen mijn opa, Toon Kooijmans, in 1894 werd geboren, was zijn toekomst eigenlijk al helemaal voor hem uitgestippeld. Zijn vader, zijn opa en
zijn overgrootvader, die waren allemaal mandenvlechter. Dus toen deze Toon Kooijmans werd geboren, wist hij al dat dat hij ook in het bedrijf van zijn vader zou mandenvlechter zou worden. Firma Kooijmans en Zonen, dat is een familiebedrijf, dat is er nog steeds, uit Schijndel. Dat is een bedrijf dat sinds 1800 tot nu, 6 generaties lang, van vader tot zoon is overgedragen. En mijn neef, die nu directeur is, Martin, voor hem is het maar de vraag of dat nu ook nog gaat lukken. Maar heel anders verliep de identiteitsontwikkeling van mijn vader. Die zit midden in het publiek, naast mijn moeder. Pap en mam, geweldig dat jullie er weer zijn. Mijn vader die werd in 37 geboren, hij is 80. En toen zijn broers, dus traditiegetrouw, het bedrijf van mijn vader overnamen, of in het familiedrijf hun weg vonden, toen had mijn vader eigenlijk hele andere dromen. Die wilde studeren, die wilde architect worden. Nou, studeren, dat was in die tijd, en zeker voor arbeidsgezinnen, nog niet zo heel vanzelfsprekend. Maar mijn vader had een grote wens en gelukkig werd hij gestimuleerd door zijn ouders, door mijn opa en oma. Hij mocht doorleren, heette dat dan. Van de MULO naar de HTS en hij werd architect en hij werd ook docent. En hij zette nog een stapje door. Hij ging ook nog studeren aan de Technische Universiteit en uiteindelijk werd hij ingenieur bouwkunde. Dus geen mandenvlechter en ook geen stelenmaker, zoals alle mannelijke mannen in de lijn Kooijmans. En in die tijd dat hij zich zo ontwikkelde, heeft hij samen met mijn moeder ook nog een gezin van 5 kinderen op de wereld gezet, waarvan ik de oudste ben. Ik maak even dit uitstapje naar mijn familie, vanuit de generatie kinderen en jongeren van nu, om te zien hoe vroeger dus een toekomst eigenlijk voorspelbaar was en dat in de periode na de Tweede Wereldoorlog een heel ander fenomeen ging ontstaan. Dan was het niet meer je afkomst, maar je eigen prestaties, je eigen talentontwikkeling, je inzet en of het lukte om hoger op te komen, bepaalde uiteindelijk welke positie je kon innemen. Dus mijn vader was in zijn tijd eigenlijk iemand voor wie het carrièrepatroon behoorlijk uitzonderlijk was. Oké, terug naar de huidige generatie. Nou, een heel groot verschil met Maud, Mattin, Brian, Liddy en bijvoorbeeld mijn vader en zijn familie, is dat deze generatie opgroeit in een prestatiesamenleving. Was het vroeger nog een voorrecht om te studeren? In de huidige tijd krijgen kinderen en jongeren het met de paplepel ingegoten dat je geen splintertalent onbenut mag laten. En dat je vooral hoge diploma's moet zien te halen, want dan ga je het maken. Nou, daarbij komt dat jongeren nu al op hele jonge leeftijd heel veel keuzes moeten maken. Dus al op de basisschool en de middelbare school over schoolkeuze, profielkeuze. Zoals Liddy bijvoorbeeld, nog niet weet waarom ze welke keuze moet maken. Dat geeft behoorlijk keuzestress al op hele jonge leeftijd. Het breed gedragen idee in onze samenleving is dat iedereen volop kansen krijgt en heeft om zich te ontwikkelen. En dat je het blijkbaar aan jezelf te danken hebt als je niet succesvol bent. Dat is een maatschappelijke mantra die we onbewust en bewust eigenlijk overdragen aan onze jeugd. Waar jongeren zoals Maud, die nog helemaal niet zo voelt dat ze succesvol is, tot excellentie, tot excellent presteren aanspoort. Wat haar behoorlijk uitput. Nou, veel sociale wetenschappers die stellen dat de gelijke kansen-ideologie een van de grootste waandenkbeelden van de 21e eeuw is. Wat perverse effecten kan krijgen. Bijvoorbeeld jongeren die niet het gevoel hebben dat ze talentvol zijn en die heel veel faalervaringen opdoen, bijvoorbeeld op school, zoals Brian. Die voelen zich daar schuldig over en die schamen zich. Want die krijgen diezelfde mantra mee dat het blijkbaar aan jezelf ligt als je niet succesvol bent. Ouders van nu, die lijken zich... Dit is dus die prestatiedruk. Het is een
een kwestie, een onzekerheid die je veel, waar je veel ouders over hoort vertellen. Ouders van nu lijken zich namelijk meer dan vroeger persoonlijk verantwoordelijk te voelen voor de prestaties van hun kinderen. Zo signaleren ook professionals in het onderwijs, in het basis- en middelbaar onderwijs, dat veel ouders kost wat kost hun kind op een hoger niveau willen hebben dan bijvoorbeeld een praktijkschool of een VMBO. De vader van Metin bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Maar er wordt in Nederland echt en masse gefinancierd in het private domein, in bijlessen, in CITO-coaching en ga zo maar door. En dat brengt behoorlijk spanning met zich mee. Dat, niet alleen op school, want niet alle kinderen hebben, hebben het voorrecht of de luxe dat voor hen bijles georganiseerd kan worden. Het brengt thuis ook spanningen mee. Als ouders investeren in hun kinderen, verwachten ze daar eigenlijk ook wel een resultaat van. Dus ze verwachten zeker, op zijn minst, dat kinderen, jongeren hun best doen. Maar bij jongeren zelf brengt het ook spanningen. Die prestatiedruk is erg voelbaar bij heel veel kinderen, jonge kinderen en jongeren. Oké, ik wil het nog over een heel ander kenmerk van onze vloeibare samenleving hebben. En daarvoor leen ik een kop van een artikel uit de Volkskrant in het voorjaar. En die kop luidde: we liken en lurken wat af. Liken en lurken. Nou, liken, dat herkende ik meteen, want ik weet niet hoe het jullie afgaat, maar je krijgt nogal eens een verzoek om een mens of een product of een site te liken. Het smaakteken like, dat is iets wat met name onder jongeren enorm gebruikt wordt. Maar lurken, lurking, nou, dat komt van een Engels woord. Van lurking betekent dat je niet actief post op social media, maar dat je wel alles volgt. Dus als je nou denkt, dat moet ik nog even iets bijzeggen. In dat artikel stond ook dat met name jongens vaker lurken dan meisjes. Dus als je nou denkt, hé, mijn zoon is helemaal niet op social media, want ik krijg nooit een appje. Of kinderen in de klas die niet op social media lijken te zijn. Het kan dus zijn dat ze alles volgen. En zeker worden ze natuurlijk ook door alles wat voorbij komt beïnvloed. Ik vond het een interessant fenomeen. Lurking. Oké, jongeren van nu zijn opgegroeid met social media. Zij zijn als het ware de digital natives. Als volwassenen zijn wij de digital immigrants. Dus geboren worden in een samenleving waar dat voor hun heel normaal is om op Snapchat, op Insta, zeggen onze kinderen, Insta, Instagram, op Facebook, op WhatsApp. Er komt nogal wat voorbij. Jongeren groeien dus op in een virtuele wereld waar zij in principe 24/7 connected kunnen zijn met de hele wereld. Dat is echt een heel nieuw kenmerk wat we in vorige generaties nog niet hebben meegemaakt in die mate. En wat daarbij opvalt, is dat wanneer jongeren online zijn, dat ze de neiging hebben om een en al positiviteit te laten zien. Happiness. Er is een soort van happiness-cultuur ontstaan. Jongeren meten breed uit hoe ze op alle fronten scoren. Dus niet alleen een leuke opleiding hebben, maar ook nog toffe baantjes, in een bestuur zitten, reizen maken, het leuk hebben met vrienden, sportief zijn, sociaal zijn, er ook nog heel goed uitzien. Dus dat is nogal wat. En de lat ligt heel hoog. Maar ook jongeren die niet zo lekker in hun vel zitten, die bijvoorbeeld onzeker zijn, die proberen, net als al die andere jongeren, hun positiviteit via social media te etaleren. Zij willen ook zoveel mogelijk likes ontvangen. Nou, onze samenleving, dat hebben cultuurfilosofen onder andere bestudeerd, onze samenleving heeft een soort excessieve gerichtheid op zich goed voelen ontwikkeld. Zodanig dat dat de norm is geworden. We leven dus niet alleen in een prestatiesamenleving, volgens de cultuurfilosoof Han, dat is een Koreaan, leven we ook in een sentimentele samenleving. Een samenleving
die niet alleen door prestatiedruk, maar ook door de bovenmatige gerichtheid op je goed voelen, veel oververmoeidheid tot gevolg heeft. Maar ook onder jongeren depressiviteit en burn-outs kan veroorzaken. Nou, Joep refereert, meneer Houterman. Meneer Joep Houterman, ik heb met Jarno geoefend en dan doe ik het. refereerde al aan de mediaberichten over grote hoeveelheid kinderen die met depressiviteit worstelen. Ook vlak na de zomervakantie opende de Volkskrant met dat de studentenpsychologen niet aangeslepen kunnen. Dat er niet genoeg studentpsychologen zijn om de studentenstress op te vangen. Nou, het is een hot item waar we niet omheen kunnen. Een slokje. Zorgen over de impact van social media en het internet is ook een thema wat veel opvoeders noemen als je vraagt wat zijn nou de opvoedingsdilemma's. Ze geven aan steeds minder grip te hebben op de identiteitsontwikkeling van hun kinderen, omdat de huidige generatie jongeren niet alleen thuis en op school en op straat, maar ook via het internet eigenlijk opgevoed wordt of gesocialiseerd wordt, kan ik beter zeggen. Via het internet hebben anderen, dus ook fictieve mensen, ook nepnieuws, invloed op de ontwikkeling van kinderen, wat heel sterk concurreert met ouders. En dat maakt de ouders van Lidie, Metin, Maud en Brian op een andere manier onzeker dan de ouders van mijn vader en moeder in de jaren 50. Toen het opvoeden in zekere zin nog veel meer begrensd was binnen de dorpsgrenzen en de stadsgrenzen. Maar er zijn ook wel constanten in de geschiedenis. Want het beste willen voor je kinderen, ja, dat is van alle tijden. En daarbij kan ik me voorstellen dat ook mijn opa en oma bijvoorbeeld in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog ook met hun onzekerheden zaten. En dat weten we ook heel goed uit studies. Onder andere van Jolanda, ik heb haar nog niet gezien. Mijn collega Jolanda de Poel, ja, daar is ze. Die lector is, ik kom zo nog op jou terug, Jolanda, maar ook jij hebt heel veel studie gedaan. Hè, ook naar de geschiedenis van het opgroeien van jongeren. En in de tijd na de Wereldoorlog waren er hele andere zorgen. Maar opvoeden in deze tijd is dus wel een andere opgave dan vroeger. Hoewel de moderne samenleving echt wel heel veel kansen biedt, is de wereld dus vooral onbegrensder en onoverzichtelijker geworden. Oké, naast die impact van de virtuele wereld en de toegenomen prestatiedruk wil ik nog één kenmerk noemen. En dat is dat ook het onderwijs steeds meer een soort kennisfabriek lijkt te worden. Gericht op kennisproductie. Je zou kunnen zeggen, scholen zijn soms leerfabrieken waar kinderen als producten moeten renderen. Dat klinkt heel akelig. En sociologen hebben ook, als je dat uitvergroot, daar kun je eigenlijk wel bezorgd over raken. Want als dat doorslaat, dat het een heel eenzijdige talentontwikkeling gaat worden waar wij op focussen. Namelijk het cognitieve brein waar we in moeten investeren. Nog meer taal op school, nog meer rekenen. Oké, dit verklaart wellicht de sterk opkomende belangstelling voor Bildung, voor meer persoonsvorming en wereldburgerschap in settingen voor opvoeding en onderwijs. En eerlijk gezegd verbaast het mij dat we elke keer weer opnieuw die pedagogische waarden van kunst, cultuur en sport moeten bepleiten en moeten bevechten. Nou, ik zal daar altijd een pleitbezorger van blijven. Ik denk dat als tegenwicht tegen die kenniseconomie daar weer opnieuw heel veel belangstelling voor nodig is. Oké, er passeerden tot nu toe in mijn verhaal 3 kwesties. De virtuele wereld en daarmee gepaardgaande happinesscultuur. 2, de toegenomen prestatiedruk. En 3, de doorgeslagen kenniseconomie. Nou, binnen deze 3 thema's heeft het ontwikkelen van talent een hele specifieke connotatie, een specifieke betekenis.
Want in het huidige talentendiscours wordt talent één op één geassocieerd met iets van een excellentie, iets van een bijzondere gave, iets van uniekheid, van optimaal presteren. Nou, hier wil het lectoraat iets tegenoverstellen. En als lector opvoeden voor de toekomst voel ik me uitgedaagd om samen met mijn collega's een nieuwe generatie en met de nieuwe generatie studenten aanjagers te zijn van een nieuwe beweging. Eigenlijk een tegenbeweging. En die noem ik talentologie. Talentologie staat niet in de dikke vandalen. Nog niet althans. Kan nog komen. Talentologie heb ik 2 jaar geleden gelanceerd in mijn proefschrift als een pedagogisch perspectief op talent. En ik heb toen onderzocht hoe talent tot ontwikkeling kan komen. Vooral bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Maar wat is dat nou eigenlijk, talentologie? Wat houdt het in? Nou, allereerst zien talentologen talent als een breed vermogen van mensen om te ontwikkelen en te groeien. Talent heeft niet iets te maken met een slimme kop of met een professioneel voetbaltalent of een muziektalent. Het heeft ook te maken met een sociaal vermogen, met vindingrijkheid, met ondernemerschap, met creativiteit. We zien eigenlijk, net als Howard Gardner, talent als een meervoudige intelligentie, met capabilities. En een tweede kenmerk van de talentologie is dat we onderscheid maken in 2 dimensies van de talentontwikkeling. Of eigenlijk van de identiteitsontwikkeling. En ik noem die 2 dimensies frontstage en backstage. Deze theatermetaforen, die in deze setting ook wel heel toepasselijk zijn, frontstage en backstage, die leende ik van een socioloog Goffman. Met zijn dramaturgie van het alledaagse leven legt hij uit hoe wij als mensen voortdurend frontstage bezig zijn om indruk op elkaar te maken. Dat doen we door hoe we ons gedragen, door hoe we met elkaar omgaan. En dat gebeurt onbewust de hele dag door. Dat is frontstage, dat is wat we zien. Maar backstage, daar werken wij ook elke dag een heel programma af. We hebben namelijk een heel arsenaal aan gevoelens. Ons gevoelsleven draait de hele dag ook op volle toeren. We zijn blij en verbaasd en onzeker, verdrietig, verwonderd, verlegen. En we hebben daarnaast ook nog allerlei opvattingen daarover. Dus percepties en oordelen, verwachtingen. Maar die inner world, die backstage world, die blijft vaak eigenlijk voor een deel onzichtbaar. Daarom ook backstage. Nou, dit klinkt misschien allemaal een beetje psychologisch, maar ik heb dit fenomeen vooral als socioloog bestudeerd. Want ons gevoelsleven, dat blijkt voor een groot deel sociaal geconstrueerd te worden. Ik zal een voorbeeld geven. Als je in een samenleving opgroeit, net als Maud, Metin, Brian en Liddy, met een mantra waarin constant gonst dat iedereen talent heeft, dat iedereen meetelt, dat iedereen mag meedoen en iedereen kan winnen, dan hoort daar een gevoelsregel bij dat je daar blij van wordt. Hè? Dat je gelukkig moet zijn, want je krijgt alle kansen. The sky is the limit. Leuk, leuk, leuk. Als er jongeren zijn die dat anders ervaren, dan gaat dat intern schuren met die mantra. Als je niet lekker in je vel voelt en je zou je eigenlijk wel blij moeten voelen, dan gaat datgene wat jongeren denken dat ze moeten voelen, dat gaat schuren met hoe ze zich werkelijk voelen. Nou, en die dissonanties, die kosten bakken met energie. En daar zien we heel veel voorbeelden van. En dat is eigenlijk ook wat talentontwikkeling in de weg kan staan. Dus het gaat niet om dat kinderen niet hun best doen, maar soms zijn ze echt moe, omdat ze hun energie in de verkeerde dingen, in het overleven van hun enorme innerlijke dynamiek verstrikt kunnen raken. Ik neem nog even een slokje.
In onze samenleving en ook helaas in heel veel pedagogische interventies ligt er heel veel nadruk op die frontstage dimensie van de identiteitsontwikkeling. Dus wat zichtbaar is. En dan gaan wij ook nog met z'n allen dat monitoren en meten en waarderen. Er is veel minder aandacht voor de emotiekant en voor de aspiratiekant van kinderen en jongeren. Want wat in het pedagogisch handelen dus minder aandacht krijgt, is die backstage dimensie. Het gevoelsleven van kinderen en jongeren en hun emotiehuishouding. Nee, nou ben ik even draad kwijt. Een momentje. Oké. Wat in het pedagogisch handelen veel minder aandacht krijgt, is dus die backstage dimensie van de ontwikkeling. Het gevoelsleven enerzijds, dus de emotiehuishouding kun je zeggen, maar ook de aspiraties van jongeren en kinderen. Hoe ze dromen, hun verwachtingen en hun ideeën over zichzelf en wat zij kunnen bereiken in de toekomst. Nou, en daar zit nou precies de crux. De talentologie wil een lans breken om in het opvoeden voor de toekomst veel meer aandacht te hebben voor dat backstage pedagogisch werk. En uit 10 jaar onderzoek weten we dat als kinderen en jongeren op hun eigen manier en op hun eigen niveau talenten kunnen ontwikkelen en daarmee kleine en grotere succeservaringen kunnen beleven, dat dat de nodige energie oplevert en kracht om weerstanden te overwinnen en ook om te groeien, om te shinen ook. Dus kinderen raken veel meer gemotiveerd als ze hoopvol kunnen dromen over later als ze groot zijn. Maar als kinderen steeds moeten presteren, en dat al op hele jonge leeftijd, dan ontnemen we ze de energie om te ontdekken, om te spelen, om te mogen falen en te kunnen shinen. In onze oververmoeide samenleving dreigen kinderen en jongeren heel moe te worden. Oké, maar wat staat ons dan te doen? Het wordt tijd dat ik mijn lectoraatsprogramma ga onthullen. En dan begin ik even een jaar terug, toen ik werd benoemd als lector. Als fontislector krijg je een jaar de tijd om je te oriënteren en om je team samen te stellen en om de agenda te ontwikkelen. En toen begon ik met een team van 4 docentonderzoekers aan een vraagverkenning. Nou, de opdracht aan het lectoraat is in te spelen, ik lees hem even letterlijk voor, in te spelen op moderne opvoedingsvraagstukken die voortvloeien uit onze snel veranderende, vloeibare samenleving. Dat was de beginopdracht. Nou, 4 docenten uit elke lesplaats 1. Wij hebben 4 lesplaatsen bij Fontis. Sittard, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. En wat ik zo fantastisch vind, dat wij vanaf dag 1 in dit vraagverkenningsproject niet alleen vanuit pedagogisch perspectief de verkenning hebben gedaan, dus wat zijn de opvoedingsdilemma's van nu bij ouders en professionals, maar dat we meteen ook bij kinderen en jongeren zijn gaan onderzoeken van wat zijn nou de thema's die bij hen leven en hoe zien jongeren die veranderende samenleving. Zij zijn er tenslotte in geboren en voor hen is het een heel ander ding dan voor volwassenen. Nou, het werk met dit team en ook hun opbrengsten, die hebben een heel belangrijke bijdrage geleverd aan de lectorale reden die ik vandaag in verkorte vorm uitspreek. Ik ga straks iedereen nog bedanken. Dus dat komt. Nou, het centrale thema voor dit lectoraat is, zoals de titel van mijn reden luidt, opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden. En vanuit dit grote thema zijn er 3 programmalijnen ontwikkeld. 3 programmalijnen waarbinnen er nu al 13 projecten actief zijn. Nou, dat is heel veel en daaruit blijkt ook eigenlijk hoe ontzettend actueel dit thema is. Op de Agora, in het uur voor de reden, zijn al heel veel projecten voorbijgekomen. Het zijn in het lectoraat hele verschillende soorten onderzoeken. We hebben lokaal onderzoek, dus in de regio's van onze Fontissteden, wat we zelf bekostigen. Maar we hebben ook landelijk onderzoek dat we met heel veel partners samen doen en waar externe subsidiëring voor beschikbaar is gesteld.
En daarnaast hebben we ook nog, en dat vind ik heel bijzonder, hebben we onderzoek in onze Centra voor Pedagogische Innovaties, de CPI's. En dat zou je eigenlijk kunnen zien als een soort van leergemeenschappen waar studenten, vierdejaars, met professionals en docenten rondom een vraagstuk in een organisatie een aantal jaar achter elkaar onderzoek doen. En die vierdejaars die geven het stokje door. Dit concept is ruim 4 jaar geleden door Jolanda ter Poel ontwikkeld met heel veel Fontys-collega's. En ik ben 4 CPI's rijk als lector. En dat, daar is dus ook heel veel, ja, daar wordt heel veel data verzameld en die zijn gelieerd aan de 3 lijnen. Wat zijn de 3 programmalijnen? Nou, de eerste zal u niet verbazen, die heet talentgericht werken. Want de recente kennis over de talentologie, die moeten we nog veel verder doorontwikkelen. Maar we moeten hem ook testen. En we moeten in de praktijk moeten we kijken hoe nou kunst, cultuur en sport, hoe dat nou werkelijk impact heeft op die identiteitsontwikkeling van kinderen. Wat is daarin, wat zijn daarin de do's en de don'ts? En een hele belangrijke opdracht van het lectoraat is om die nieuwe kennis, we weten al heel veel, maar we hebben het nog onvoldoende echt concreet vertaald naar handelingsrepertoires voor pedagogen, voor ouders, voor het onderwijs, voor het pedagogisch veld. Dus daar ligt een enorme opdracht. Dat gebeurt in die talentologielijn, in talentgericht werken, al in heel veel projecten, zowel landelijk, lokaal als in de CPI's. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de waarde van kickboksen voor jongeren die worstelen met zichzelf. Maar ook de pedagogische waarde van muziek en van spel in brede zin. Zo is het CPI-spel aan huis bijvoorbeeld van de welzijnsorganisatie Surplus. Al heel lang vanaf den beginnen een CPI waar de waarde van het spelen met kinderen in de thuissituatie wordt onderzocht. En waar ouders worden begeleid in hoe zij hun kinderen aan het spelen kunnen krijgen als het ware. Oké, dat was de eerste. De tweede programmalijn gaat over collectief opvoeden. In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de thema's en de dilemma's die ouders en kinderen en professionals noemen, dat eigenlijk niet zozeer individuele thema's zijn of dilemma's, maar dat maatschappelijke opvoedingsvraagstukken zijn. En die kun je dus niet op individueel niveau of op gezinsniveau aanpakken. Dat moet collectief gebeuren en dat is niet een eenvoudige opdracht. Het zijn dus algemene thema's die al voorbij kwamen. De prestatiedruk, het omgaan met de virtuele wereld. Maar ook hele specifieke thema's. Zoals, hoe gaan we om met polarisatie en radicalisering? Of, hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren gezond seksueel opgroeien? Ook deze thema's zijn thema's waar je met z'n allen de schouders onder moet zetten. Dus collectief opvoeden is naast talentgericht werken het tweede programmalijn in het lectoraat. En dit sluit aan bij een beweging in het sociaal domein. Daarin moeten we denk ik ook heel erg goed samen optrekken. En in het sociaal domein heet dat collectief sociaal werk of structureel sociaal werk. We hebben iedereen nodig. En niet op de laatste plaats ook het beleid en de politiek. Want als we echt willen hervormen, dan zullen er ook kaders opgerekt moeten worden. Misschien is er wel nieuwe wetgeving nodig. In ieder geval zullen we ook de politiek en het beleid op de hielen moeten zitten. Catch, goed zo. Opvoeden at all heet de tweede programmalijn. En ik heb dat opvoeden at all genoemd, omdat we denk ik moeten erkennen dat die opvoedmilieus, die 3 klassieken die we altijd noemden in de pedagogieklessen, het gezin, de straat en de school, dat die opgerekt moet worden tot een 4e opvoedmilieu en dat is de virtuele wereld. Dus we kunnen ook, en dat zie ik als een uitdaging voor het lectoraat, onderzoeken hoe we ook die virtuele wereld als een concrete opvoedpraktijk kunnen gaan benutten. Meer dan nu vaak wordt gedaan. Nou, ook bij deze lijn 2 voorbeelden.
We hebben een heel mooi samenwerkingsproject met het ministerie, met verschillende ministeries. Die hebben bij onder andere bij Fontys Pedagogiek aangeklopt rondom het thema polarisatie en radicalisering. En we zijn in 3 steden, en Tilburg is er daar één van, zijn we onderzoekswerkplaatsen aan het inrichten met jongeren, met studenten, met jongerenwerkers en onderwijsprofessionals om de sterke staaltjes en de sterke troeven te vinden wat eigenlijk preventief werkt bij polarisatie en radicalisering. Dus niet om het kalf, zodra, hoe heette het ook alweer, het mooie spreekwoord, dus niet alleen maar vooral kennis te halen over hoe kunnen we deradicaliseren, maar hoe kunnen we nou in een soort pedagogisch klimaat in de basis signalen opvangen of met kinderen, jongeren praten over hun idealen en eventueel hun extreme idealen, zodat we door de dialoog ook veel meer grip daarop eventueel kunnen hebben en ze kunnen verleiden tot een positieve manier van meedoen. Een tweede voorbeeld in de programmalijn Opvoeden at All. Dat is een project dat is heel kort geleden eigenlijk door het college van bestuur gestimuleerd. En dat is onder die tech skills waar Joep al even aan refereerde. De T staat voor technology, de E voor entrepreneurship en de C voor creativity. En we zijn als lectoren uitgedaagd om over de schotten heen projecten te ontwikkelen. En we gaan als eerste techproject met een bus die we mogen kopen, die we gaan verbouwen tot een mobiel jongerencentrum, gaan we in Eindhoven door de wijken met jongeren en jongerenwerkers, studenten opnieuw en docenten, gaan we kijken hoe we dat jongerenwerk kunnen innoveren. Dus het is een pedagogische interventie, een jongerenwerk, een bus waar je jongerenwerk mee uitvoert en tegelijkertijd een living lab waaruit vanuit onderzoek gedaan kan worden. Nou, daar zie ik enorm naar uit en daar gaan heel veel andere lectoraten vast bij aansluiten om die bus bijvoorbeeld energie neutraal te krijgen. En nou ja, ideeën genoeg, daar gaan jullie nog van horen. En dan de laatste, de derde programmalijn, die heet Gezond seksueel opgroeien. Dit is een heel specifiek en een heel urgent thema van deze tijd. En hoofdonderzoeker en associate lector is Dilana Schaafsma. Die heeft deze programmalijn onder haar hoede. Het gaat in deze lijn om het bevorderen van een positieve seksuele ontwikkeling in het alledaagse opgroeien en opvoeden. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, er zijn door de vele excessen rondom seksueel misbruik en de hele MeToo-beweging ontzettend veel programma's die gericht zijn om het voorkomen van seksueel misbruik. En ook van voorkomen van tienerzwangerschappen en van SOAS. Dat is heel belangrijk, maar wij willen als lectoraat eigenlijk heel erg in de basis seksueel welzijn bevorderen van alle kinderen door het te benaderen als een fenomeen wat bij het leven hoort, net als eten, drinken en slapen, maar wat wel heel speciaal is, heel persoonlijk ook, en waar nog heel veel taboe doorbrekend werk voor nodig is. Dus dat is een heel specifiek thema in het lectoraat. En vooral ten aanzien van doelgroepen die daar nog eens extra kwetsbaar in zijn. Zoals jongeren met een verstandelijke beperking. Nou, daar gaat Dilana ook met heel veel partners haar schouders onder zetten. En we hebben ook daar een CPI op ingericht. We hebben vorige week een CPI-convenant mogen tekenen met Cello. En daar gaat dus binnen de organisatie gaat er onderzoek lopen nu de komende 3 jaar naar wat er nodig is om ouders en begeleiders te ondersteunen. Ook net beginnen bij jongeren. Wat hebben zij nodig voor hun seksueel welzijn, voor hun relatievorming? En hoe kunnen ouders en begeleiders daarbij ondersteunen? Oké, nou, ik kan me voorstellen dat u duizelig wordt van de veelheid projecten. Niet bevreesd, die staan ook allemaal in het boekje opgeschreven. Het is tijd voor het dankwoord. Even een slok, want er zijn zoveel mensen betrokken dat ik het besloten heb voor te lezen. Ik wil natuurlijk bij vandaag beginnen, bij u. Ongelooflijk bedankt dat u allemaal bent gekomen
En ook heel erg bedankt voor de gulle giften aan Kika. Ik ga met mijn collega Maaike schaatsen voor Kika. En het is hartverwarmend hoe dat nu al gesteund is. Dank je wel daarvoor. Er is werkelijk een enorme crew in de weer geweest al maandenlang om deze middag te organiseren. En serieus te veel mensen om die allemaal te noemen. Bovendien ben ik dan bang mensen te vergeten. Maar één iemand ga ik wel noemen. Dat is de productieleider Saveer van Lokven. Saveer, die zit misschien wel backstage ergens. Ja, daar is Saveer. Saveer heeft de productieleiding gedaan. Dank je wel. Nou, natuurlijk ook heel erg bedankt voor alle deelnemers aan de Agora en met name de jongeren van de nieuwe werkplaats van Amarant die geholpen hebben met de fantastische, daar heb ik nog helemaal niks over gezegd, hoe fantastisch die emmen hier allemaal hangen. En ik weet dat daar jongeren van Amarant aan meegewerkt hebben. Heel erg bedankt. Ook de twee dansers, Mitchell en Margriet, wil ik heel erg bedanken voor hun performance. Nou, hier staat echt een gelukkige lector. Ik ben overdonderd. Ik ben overdonderd door de gretigheid waarmee zoveel partners de samenwerking met het lectoraat nu al willen aangaan. En een bruisend lectoraat, dat kan niet zonder een CVB en een directie die erin geloven en die daarin willen investeren. Dus mijn eerste woord van dank is aan het CVB in de persoon van Joep Houterman. En een heel bijzonder woord van dank aan Jos Lumenau voor het in mij gestelde vertrouwen. Dank je wel. Gaat nog lang duren zo. Nou, in dit rijtje hoort ook het hele management van Fontes Pedagogiek. De teamleiders Carla en Carla Maaike, nieuwe collega, Richard en Diederik, maar ook Joram, dank je wel voor de fijne samenwerking. Nou, zullen we afspreken dat ik nog even doorga en dat we dan een heel groot applaus doen? Hoewel we voor grote uitdagingen staan, ben ik optimistisch over het opgroeien en opvoeden in de toekomst. Als Fontes Hogeschool Pedagogiek hebben wij de ambitie om de kennispartner in opvoeden te zijn in de Fontes-regio's. Met goed geaccrediteerde opleidingen die garant staan voor vakbekwame jeugdprofessionals voor de toekomst. Nou, als kennispartners in opvoeden, dan zullen we ook de professionalisering van het pedagogisch veld moeten aanjagen en helpen die vorm en inhoud te geven. Dit vraagt van ons allen professionele moed. Dit vraagt ook ja durven zeggen tegen experimenten, waarvan we op voorhand niet altijd weten hoe ze lopen. En we zullen dan ook ons creatief vermogen moeten aanspreken. Nou, ik ben echt heel rijk bedeeld met zoveel collega's die daarin geloven en die zich daar aan willen committeren. Ik dank dan ook alle docenten van Fontes Pedagogiek die mij inspireren en die met zeer uiteenlopende ideeën en vragen bij het lectoraat aankloppen. Heel veel dank ben ik nu al verschuldigd aan al die kanjers in code rood aan de zijkant. Dat zijn de collega's die nu al in het lectoraat werken. Chapeau voor alle docentonderzoekers. Voor de wijze waarop we dit jaar met z'n allen al een mooi begin hebben gemaakt van de lectoraatstermijn. Dat zijn Jeroen Pauw, Laura Mulder, Anita Kuipers, Marjoleine Huntjes, Dorien Huisman, Dilana Schaarsma, Sylvia Wernaert en Imke van Wanrooy. Ja, applaus. En dit lectoraatswerk kan natuurlijk niet zonder sturing en ondersteuning. Dus ook een heel hartelijk dank voor Lisbeth Vaas, onze werkveldstratege, zeg ik altijd, voor Leonie Stenis en voor al die mensen, voor Tara van den Berg, voor Nelleke Dekker, onze junioronderzoekers, maar ook voor al die mensen die aan de financiën en aan het PZ en aan het internet, aan de communicatie werken, te veel om op te noemen. Maar één heel groot bijzonder woord van dank is voor Tanja Pretorius en Shani Freins, die het secretariaat besturen. Daar wil ik wel graag een applaus voor.
Nou, zoals eerder gezegd, ik bouw voort met het lectoraat op het lectoraatswerk van Jolanda ter Poel, die nu van haar pensioen geniet. Dank je wel, Jolanda, voor je wijsheid en voor je collegialiteit. Samen met Paul Mutsaars, net nieuwe lector, daar zit hij, gaan wij jouw belangrijke werk nu officieel voortzetten en we houden contact. Maar ook buiten de hogeschool ben ik heel veel mensen erkentelijk voor de samenwerking. Dus ouders, pedagogische professionals, managers van organisaties en bestuurders, partners, gemeenten en ook de landelijke overheid. Ook collega-onderzoekers in den landen, collega-lectoren, heel veel, een hele grote groep. En speciaal wil ik ook alle kinderen en jongeren bedanken die ons hun verhalen en hun dilemma's toevertrouwden. Maar ook ons inspireren met hun frisse en innovatieve ideeën. Ik dank de Bryans, de Mouts, de Liddies en de Mettins. En de belangrijkste mensen van in mijn leven wil ik als laatste noemen. Mensen met wie ik zo ontzettend veel moois en lief deel. Dat zijn mijn vrienden en mijn buren, mijn familie en mijn gezin. Het laatste woord van dank is voor mijn vader en moeder. Voor Saveer, voor Steef, Lies en Victor en voor Marcel. Zonder jullie ben ik nergens. Ik heb gezegd.